bordje van Nederland kopen en we weten niet wat erop staat. Maar dat gaan we nu zien. En tafel. Oh. Te koop, een tafel. Geschikt voor zwembad en kroeg. Zo. Weerdemco, waar ligt dat? Het is links. Linksaf? Lopen. Het is goed dat je je wandellaarsjes aan hebt, jongen. Ja. Jukslaag. Ik hoor niks. Ja, hij is gegaan. Ja? Moet je het? Oh, dat is allemaal keurig opgeruimd, zie ik. Mooi. Het hangt scheef, zie je het? Kom, niet zo kritisch. Ja, kijk. Goedenavond. Middag. Goedenavond. Avond, middag. Ja, hallo. Avond, 7 uur. Ik ben Richard Kemper. Jukslager. Remco Veldhuis. Nou, dat klopt. Dat hangt ook bij de deur. Ja. Dat is alvast correct. We komen voor de tafel. Ja. Dat kan. Waar staat hij? Voor zwembad en kroeg. Staat hij buiten, neem ik aan dan? Nee, hij staat niet buiten. Niet? Ik doe even mijn schoenen aan. Oh, oh, want hij staat niet buiten. Ja, we gaan wel naar buiten. We gaan naar buiten. Hij staat niet buiten, maar hij is buiten. Oh, wat geweldig, zegt die tijger. Is die echt? Heel veel koffie drinken bij een benzinestation en je hebt er één. Ja, maar moet je kijken. Ja, serieus? Is die gewoon van het tankstation? Wie weet wat er allemaal met die tijger is gebeurd. Kom op, Juk. Ga je mee? Ik heb buitenlands bezoek. Buitenlands bezoek? Hallo. Hallo. I'm Remco. I'm Victor. Misschien komt hij wel gewoon naar België. Where are you from? From Sweden. From Sweden. No, he's not from Belgium. Yeah. Tas mee. Ja. Waar gaan we heen, joh? We gaan naar de garage toe. De garage? Heb je daar een zwembad en een kroeg? Nee. Ja. Ja, dat is hem. Daar staat hij. Daar staat hij. Van het plaatje. Zo. Dit is hem, Juk. Dit is hem. Wat ja, is dat het? Is een tafel. Ja, dit is een armworsteltafel. Ik zei het toch? Echt waar? Het lijkt me het meest op een mini vingervoetbaltafeltje met twee hele grote doelen, zeg maar, dat je een beetje tegenover elkaar gaat schieten. De meeste mensen gaan op pingpongen, badmintonnen, korfballen, basketballen en jij dacht nee. Nou, je zou er verbaasd van staan hoeveel dit in de kroeg gedaan wordt, kinderen op school en dat soort dingen. Ready, go. Hij gaat binnen. Concentratie. Niet dat ik hier nog overheen kijk, dat heeft geen zin meer. Nee, ik ben daar heel slecht in, laat ik heel eerlijk zijn. Ik had dan ook eerder een vriendin dan jij. Neem jij mijn jas mee? Ik kan even niks dragen aan deze kant. Kom maar. Oh, het is echt, ik vind het een rotgevoel, weet je dat? Hey, I suggest that the Swedish friend will put it together, since you're from the IKEA country. Hebben we de knuttekening bij ons om dit weer aan te zetten? Of weet jij hoe het werkt? Ik weet hoe het werkt. Wat kost dit nou, Juk? Dit zit op 320 euro. Oh, oh ja, dan is het echt een beginnerstafeltje, die andere. En moeten hier dan nog schroeven doorheen of is dat gewoon een kliksysteem? Er zit een zweet in mijn nek. En dat is de nationale volkssport, dingen in elkaar zetten daar. Dan moet je wel een beetje goed beslagen ten ijs komen. Dat is ook familiar, hè? Inbussleuteltjes. Oh, ja. Nou, keurig. Hij is wel een beetje vies ook, Juk. Ja, we gaan hier naar binnen. Ja. Wie zijn dit, Juk, allemaal? Ja, dit zijn nou de echte toppers. Deze hele rij hier. Deze hele rij hier, ja. Juk is Juk. Juk. Leg even uit, want iedereen hier weet hoe het werkt, maar wij niet. Ja. Wat gaan we doen? We gaan zo meteen naar boven toe. Daar hebben we een echte tafel staan, een echte wedstrijdtafel. Ja? En daar kunnen we een klein toernooitje doen. Ready, go! Oh, amazing, ja, dat vind ik wel knap. Ready, go! Oh, op, wat doet hij dat snel? Nou, nah, dat is echt... Oh, kom hier. Kom hier, Endo. Ready, go. Oh. Ah. Ah. Ja, ja. Ja, dat was echt. Go. Finale. De twee sterkste zijn overgebleven. Dat is Boris en Hendrik. Ja, hier ben ik klaar voor. Ready, go! Ja. Was het dat al? Ja! Ja,
Woensdag. Huuk, ontzettend veel succes met je tafel. Dank je wel. Ik hoop dat heel veel mensen een beetje enthousiast geworden zijn nu over het armworstelen. Dat hoop ik ook, dat zou heel mooi zijn. Voor de duidelijkheid, het is niet deze, het is de amateurtafel. Maar we hebben gezien dat er tussen het amateur en het serieus een beetje kunnen echt wel wat te leren valt. Dus we kunnen iedereen aanraden om te beginnen met een klein goedkoop tafeltje. Dus wat dat betreft. Dank je wel. Nou, dat was nice, hè? Hey, Swedish friend, now you and me go practice in the garage, yeah? Together do we do some games, yeah? Victor, my name is Victor.